Het project heette Tales of the Revolt. Het hoofddoel van het project was om een webgebaseerde werkomgeving aan te maken voor een groep historici aan de Universiteit van Leiden. Het onderzoek richt zich op herinneringen aan de 80-jarige oorlog. En voor dat onderzoek worden heel veel bronnen verzameld die herinneringen bevatten en worden heel veel digitale documenten bij elkaar gebracht. Om al die bronnen en die digitale bestanden op een goede manier te kunnen beheren, was er een nieuwe werkomgeving nodig. En de bestaande programma's die op de universitaire werkplekken werden aangeboden, volstonden hiervoor eigenlijk niet. Dus er stond duidelijk behoefte aan een nieuw systeem. Wat erg mooi is, is dat de Collab eigenlijk allerlei activiteiten integreert. Databeheer, samenwerken, afspraken maken, communicatie naar buiten toe. Dat brengt het eigenlijk allemaal samen. Dit is in het stadsarchief van Oudewater gemaakt, om een voorbeeldje te laten zien. En dat kan ik dan, als ik terug ben van het archief, kan ik nog later lezen en verwerken. Hoef je niet alles op locatie te doen. Maar wat belangrijker is, mijn collega's kunnen het ook gebruiken nu. Het systeem biedt ook ondersteuning voor het gezamenlijk schrijven van artikelen en voor het voeren van een versiebeheer. Dus van ieder document wordt bijgehouden wanneer het op de website is geplaatst en welke wijzigingen daarin zijn doorgevoerd. Op het moment werk ik met mijn collega Judith aan een artikel over herinneringen aan massamoorden, aan stadsplunderingen enzovoort. En hier staan de verschillende versies van het stuk. En wat er natuurlijk enorm handig aan is, is dat je er ook bij kan als je aan de andere kant van de wereld zit. Nou gaan we helemaal vaak niet zo ver, maar als één iemand in Gent zit en de ander in Brussel en de ander in Leiden, dan nog kun je samenwerken. Ook geïntegreerd in het project is een samenwerking met een al bestaande site voor het publiek over de 80-jarige oorlog. En wat we nu kunnen doen is via ons Collab informatie beschikbaar stellen aan die site om daar te publiceren zo eigenlijk de communicatie tussen onderzoekers aan de ene kant en een publieksfunctie aan de andere kant veel te erg te versnellen en ook te maken dat de redacteuren van die site terug kunnen vallen op een grote hoeveelheid informatie die net door onderzoekers verzameld is.